Haha. Dood dan. Hi. Hallo. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Drie, hè? Nederlands. België. Het is België. Naar de VRT dan. Ja, let's go. Ik ben speciaal voor jou naar de car wash geweest vanmorgen. Echt? Ja? Zie je het niet? Ja. Ja, zeker. Enorm, ja. Ah, België, Dotan. Ben je blij dat je hier bent? Ja, wel leuk, ja. Ik vind serieus het Belgische publiek heel fijn ook, hoor. Waarom? Zijn wij anders? Ja, zijn wel anders, ja. Ja. Hoezo? Een stuk beleefder, denk ik. Ja? Ja. En mooier. Uiteraard mooier. Ga je deze week nog doen? Promo nu vooral? Promo, ja, deze week. En ik ga volgende week naar IJsland. Bangelijk. Bangelijk is een is het Vlaams voor? Woord voor wauw, super tof. Nice. Bangelijk. Okay. Ja, ik ga daar een videoclip opnemen van Val. Dus, oh joh. Ja, dat wordt heel mooi. Super, staat ook op mijn verlanglijstje ja. om eens naar ja, toe ik ben er dus nog nooit geweest, maar ik heb altijd, toen ik dit album schreef, dan dacht ik alleen maar aan IJsland. Ik las ook alleen maar boeken erover en ik heb al mijn films gekeken. Maar even hier ben ik nooit gegaan. Heel raar. Dus dat ga ik nu maar eens doen. Ik ben benieuwd. Top. Ja. Ik kan me voorstellen als muzikant dat dit akelige periodes zijn omdat je zoveel schrik hebt om ziek te worden of zo. Of verkouden. Ja, ja. Ja, je bent daar ook altijd wel een beetje bezorgd over. Want als die stem nu weer ophoudt, dan is er vrij weinig natuurlijk. Ja. Dus ik ben echt zo iemand die helemaal warm en met een trui uit gaat slapen en zo. Echt? Ja. Kersenpitten, kussentjes, rauwe gemberfretten. Dat doe ik wel eens, ja. Echt? Fretten ook, ja. Fretten is... ik denk dat ik de enige persoon op aarde ben die houdt van dit soort weer, weet je wel? Ja? Ja, ik hou heel erg van dat melancholische. Dat schrijf ik ook meestal de beste liedjes. Dus dit is echt dood dan weer? Ja, dit is echt dood dan weer, ja. Oké, dan ben ik blij voor je. Ja, maar verder ben ik een heel gelukkige mens, hoor. Dus, dood dan? Ja. Dat was het. Dat was het al? Ja. Hoeveel punten krijg ik op mijn rijkunsten? Ja, je rijdt heel veilig. En je hebt een hele fijne, relaxte stem, dus je zit lekker. Oké, ik zit lekker. Super. Ja. Je zit lekker. Op welke puntensaldo komen we dan? Ik denk dat ik wel een 9 zou moeten geven. Echt? Ja, dat is yes. Zo, toch? Ik had tot nu toe nog maar een 7,5 gekregen. Echt? Ja. Van wie was dat? Och, Erik van Looy, lastige mens. Ja. Nice. Hier mag ik anders nooit staan. Dank je, Dotan. Dank je wel, hè. Salut, tot de volgende. Is goed, oké. Bye bye.